Hallo lieve weegschaal, welkom bij jullie reading voor april 2024. Nu is dit eigenlijk een bonus reading, want er is eerder in maart ook al een video online gekomen die voor maart en april geldt. Ik zal deze video linken in de beschrijving hier beneden, zodat je altijd daar nog even een kijk op kunt werpen, mocht daar misschien een ander item in jouw proces aangeprikt gaan worden. Ben je als zonteken aan het kijken, kan natuurlijk ook een maan, Venus, ascendant of noordelijke maankronoop of ergens een ander aspect van jouw geboortehoroscoop. Wees welkom, ook voor alle crosswatchers. Kijk even welke tijdlijn dan voor jou bestemd is. Weet wel dat je niet een tijdlijn passend moet gaan maken, maar laat het gewoon lopen zoals het loopt. Neem alleen het stukje wat op dit moment bij jou voelbaar is dat het aansluit. We gaan vandaag dus kijken wat er naar voren gaat komen voor april. Nu is er best wel wat intensiteit. We hebben natuurlijk de volle maan met een maanverduistering gehad. In april gaat er nog een nieuwe maan met zonsverduistering komen. Ook loopt Mercurius retrograde vanaf 1 april. Waarbij communicatie ook wel een belangrijk onderdeel zou kunnen zijn wat in april bij jullie mee gaat spelen. Maar we gaan gewoon wat kaarten trekken. Kijken wat er voor de weegschaal deze maand dus naar voren mag komen. Nou, er vliegt er al één op de grond. Moment. Oep. Even pakken. We hebben Schatteiland. Kaart 9. Ik leg hem even hier neer. Dus er zit wel geluk in de lucht. En geluk is natuurlijk een heel breed aspect. Maar ik zie ook dat de turtle de verkeerde kant uit zwemt. Wat voor mij een beetje voelt tegen de stroming invaren of zwemmen, zal dus ook wat meer belastbaarheid voelbaar zijn in jouw systeem de komende tijd. En dat hoeft niet per se te zijn in de fysiek of ja, in het stukje tegenslagen of op het gevoel, maar het voelt voor mij ook het stukje energie. Dat je misschien wat vermoeider bent de komende tijd. Of dat je meer rust nodig hebt. Of meer slaap nodig hebt. Maar we gaan eens even kijken. Want in het energetisch veld. Het Schatteiland is wel onderweg. Alleen er is wat vertraging. Oké, wat mogen we nog weten? We hebben de Bee Spirit. Sweet Result Awaits. Kaart 7. 7 is natuurlijk ook wel het getal van het hogere goed, hè? De hogere wijsheden. Stukje inspanning ook, het stukje connecten met de spirituele wereld. Bezig bijtje, bij is natuurlijk echt altijd wel actief. Van bloem naar bloem hoppen om ja, stuifmeel te verzamelen voor daarna honing te kunnen creëren. Maar het voelt voor mij dat je de energie verkeerd in aan het zetten bent. Energie die vertraging oplevert. Dus je bent ergens mee bezig, op welk vlak dan ook, waarbij jij een stagnatie hebt. Waarbij jij niet helemaal de juiste connectie hebt om die voorspoed te gaan creëren. Dus er gaat een verandering plaatsvinden of er dient een verandering plaats te laten vinden. Waarbij je wel ondersteund wordt op jouw zielsreis, maar waarbij jij nieuwe inzichten eerst mag krijgen. Dus, want het geluk is onderweg. Alleen zit er een vertraging dus op de lijn. Nou, ik wilde er twee, maar er kwamen er meer. Ik neem alleen die omlag. Dus even kijken. The Mod Spirits. Surrender now. Dus het stukje overgeven. Het stukje overgeven aan de energiestroom die er nu is. Het voordeel daaruit behalen. Je wordt ondersteund door de engelen. 11 maakt dit samen. 12. Ha, zit er helemaal naast. 12. 12 maakt ook weer 3. Staat ook wel voor een stukje communicatie. Waar we natuurlijk ook over hebben. Over het stukje Mercurius retrograde. Dat daar soms misschien wel wat misverstanden kunnen ontstaan. Maar het staat ook wel weer voor het stukje creativiteit en nieuwsgierigheid. Die jij weer mag gaan activeren. Het stukje veerkracht in moeilijke situaties.
Stel dat er dus nu wat tegenwerkende energie actief is bij jou of het is recentelijk geweest. Weet dan dat jij dit om kunt buigen door eraan te blijven werken, maar dan wel aan het juiste te gaan werken en niet wat anderen vinden waar je aan moet werken, maar waar je zelf vindt waar je aan mag werken. Kun je het nog volgen? Het is voornamelijk ook een vertraging op de lijn doordat jij het pad volgt wat anderen willen. En niet zozeer jouw eigen pad. We krijgen met de therapiekaarten, de engelentherapiekaarten, krijgen wij de zonnevlecht erbij. Het is nu de juiste tijd om voor je om je eigen kracht te laten zien en op een positieve manier de leiding over je eigen leven op je te nemen. Dus wat ik al zeg, het stukje eigen inzichten, je eigen pad, niet het pad van een andere. Je hebt de kracht in je zitten. Probeer dus ook de positiviteit in te zien. Dat je dit stuk weer kunt ombuigen. Want de originele beschrijving van deze kaart is net weer wat anders. Maar ik lees ze intuïtief zoals de meesten weten. Als je mijn kanaal al langer volgt, mocht jij nieuw zijn. Ik lees dus kaarten intuïtief. Kijk niet altijd naar de huidige standaard betekenis van kaarten. Maar echt wat ik doorkrijg, gechanneld, wat ik voel. Dat soort elementen. Maar we gaan eens even met de tarot verder kijken. Wat mag er aan toegevoegd worden voor de weegschaal voor april 2024? Nu zijn het tijdloze berichten, hè? Dus stel dat je deze video op een heel ander moment in je leven in zicht krijgt, dan zal er op dat moment een boodschap voor jou in zitten. We krijgen de 8 van zwaarden op kop en de 7 van munten op kop. Dus het stukje vertrouwen wat je mist op dit moment, terwijl je wel de focus hebt gelegd op het stukje vooruitgaan. Het is echt tijd voor verandering. Tijd om los te breken. Tijd om ergens aan te gaan werken. Om de krachten te bundelen. Om bepaalde conflicten in jouw situatie om te kunnen buigen en dit in een positieve zin neer te gaan zetten. Het voelt voor mij innerlijke conflicten waar je aan mag werken. Dus iets wat je innerlijk al een tijdje voelt. Wat merkbaar is dat het misschien jou zal tegenwerken of jou vertraagt. Misschien ook het wachten op een oogst die jij niet meer zal gaan oogsten. Omdat dit gewoon niet meer voor jou bestemd is. Het is het stukje overgeven nou. Het stukje eraan toegeven dat het nou tijd voor verandering is. Want we krijgen de wereldkaart erbij. De wereld is natuurlijk voor die voltooiing, hè, die vervulling. Dat je iets les hebt geleerd uit de huidige situatie. Dat afgerond dient te worden. En dat je vervolgens weer naar het stukje nieuwe element mag. En dat is wat ik hier ook al voel. Hè? Het is tijd om jouw eigen pad te gaan bewandelen. Jouw zonnetje mag weer gaan schijnen. Het zonnetje wat innerlijk al in je schijnt. Wat hier met de zonnevlecht ook al achter deze persoon zichtbaar is. We hebben hier ook best wel de chakra kleuren. Hè? Zon, het gele element van de zonnevlecht. Magier krijgen we erbij. Dus het is een item wat gekoppeld is aan jouw zonnevlecht. Dus dat kan een pijnstuk zijn. Het kan een situatie zijn. Een gedachtepatroon. Conditionering. Wat dan ook. Er kan van alles aan de hand zijn. Maar wat ik wel zie is dat daardoor ook weer een bepaalde verdedigingsmechanisme af en toe naar boven kan komen. Je gaat een bepaalde nieuwe richting inzetten. Maar toch zal er ergens de komende periode weer even zo'n conflict zijn. Van oké, is dit het wel waard? Wil ik hier wel al mijn energie in stoppen? Of wil ik eigenlijk liever vast blijven houden aan wat ik al ken? Maar ja, dat is terugzwemmen tegen de richting en wat alleen maar vertraging op zal leveren. Er zal dus iets naar de oppervlakte gaan komen en dat is ook in samenhang met het eclipseizoen. Dus het eclipseizoen zorgt ervoor dat er een item in jouw leven getransformeerd gaat worden, waardoor je inzichten gaat krijgen. Het is eigenlijk een soort wake-up call wat er nu gaat komen. Of al is geweest recentelijk, maar dat dit nu dan de uitwerking heeft. Het is van belang om dicht bij jezelf te blijven. We krijgen de lovers en dit voelt voor mij liefde voor jouzelf. Voor sommigen kan het betekenen dat er dus een afronding is in een relatie die niet gezond is. Die dus ook
alleen maar in een bepaalde verdedigingsmechanisme zit, wat daardoor ook een vertraging heeft opgeleverd. Dat je nu in bent gaan zien, oké, inderdaad, deze persoon of deze situatie is op mijn pad gekomen. Hoeft niet op het romantische vlak pertinent te zijn, hè. Het kan ook echt op het zakelijke of vriendschappelijke vlak zijn. Of gewoon een hele andere situatie waarmee jij iemand met waarmee jij gewoon een fijne connectie had. Maar je gaat inzichten krijgen dat er dus daadwerkelijk dingen nu gaan verschuiven. Dat er ontkoppelingen gaan komen in het leven wat niet voor jou bestemd is. Dat het stukje overgave nu alleen eigenlijk maar het enige is waar jij op in hoeft te tappen. Voor sommigen kan het dus zijn dat er een relatie beëindigd gaat worden, omdat de cyclus gewoon niet meer wenselijk is in de verhouding waar je met elkaar staat. Denk dan aan dat jij verder aan het groeien bent en de persoon waarmee jij connect eigenlijk in die lagere trillingsenergie blijft hangen en niet langzaam met jou meegroeit, waardoor het gat eigenlijk tussen jullie twee groter is geworden. Dit is ook elke keer heel veel energie. Dit kost heel veel energie. En dat is misschien ook wat ik hier voelde. Van die uitputtingsslag. Dat je gewoon het gevoel hebt van elke keer maar tegen die richting invaren. Proberen iets iemand over te brengen of te vertellen. Maar het antwoord of gedachte komt niet bij iemand binnen. En dat komt omdat jij hier ergens zit. En de andere hier. En eigenlijk die trillingsenergie die jij uitspreekt. Of in beweging zet. Gaat over die persoon heen. Omdat die persoon daar nog niet kan levelen. Dus dan zou het betekenen dat jij dus in trillingsenergie moet gaan zakken. Waardoor je dus eigenlijk je eigen in een vertraging gaat werken. Om vervolgens die energiestroom over te kunnen brengen zoals jij het misschien bedoelt. Dus eigenlijk je verlaagt een energie terwijl de ruimte er ligt dat jij mag gaan upgraden. Dat de ruimte er is dat jij mag ontkoppelen en pijnstukken mag loskoppelen van waar je op dit moment zit. Een nieuw begin mag er voor jou gaan komen. Er gaat helderheid komen over een situatie. Er gaat zicht komen op wat er allemaal gaande is geweest. Een stukje communicatie speelt daar een onderdeel van. Maar we gaan eens even verder erop intappen, lieve weegschaal. De kaarten shuffelen ontzettend lastig. En dat is een teken dat er heel veel tegenwerking zal gaan zijn. Op het moment dat ik zeg ze shuffelen lastig, daarna gaan ze goed shuffelen. Dus het is een teken dat jij het hef in handen kunt nemen, zodat jouw leven weer op de rit gaat komen. Jij hoeft niet vast te zitten in een situatie, want de inzichten heb je al. Je kunt loskomen, deze persoon is al los. Alleen het kan zijn dat jij in een bepaalde karmische loop blijft lopen. Maar dat is natuurlijk jouw eigen vrije keuze. Dat is jouw eigen pad die je aan het bewandelen bent. Maar er gaat iets wel gigantisch losgetrild worden de komende periode. En dat heeft vooral te maken met dat er iets dus onderbroken gaat worden. Onderkant dek krijgen we ook de 10 van staven. 10 van munten krijgen we op kop. Dus ja, het stukje... Het connecten in een familiaire substantie, wat stagnatie kan. Het financiële kan stagneren, omdat deze toch teruggaat in energiestroom. Waarbij je niet het optimale haalt uit hetgeen wat mag. Stukje te veel elke keer in jouw trillingsenergie moeten zakken om met iemand te connecten, om je dingen uit te spreken, kan je uit gaan putten. En daarvoor ga je dus ook op een nieuw pad komen. Je gaat niet meer elke keer die shift maken van omlaag omhoog. Nee, je loopt nu op je eigen pad verder. Je neemt de kennis mee die je hebt genomen. We zien hier ook die voltooiing. Oké, dus wat mag ik erbij leggen? De 10 van zwaarden krijgen we erbij. We krijgen wel 10, 10, 10. Hè? Dus het is wel echt met de wereldkaart, die voltooiing, is het wel echt de afronding... De afronding van de afronding. Hoe kan ik het zeggen? Het optimale wat nu in de afgelopen 6 maanden is geweest. Het eclipseizoen wat toen gestart is. Zal er nu dus voor zorgen dat er toen iets in werking gezet is. En nu het eerste deel afgerond kan worden. En ik zeg eerste deel, want ik krijg hier 3 keer een 10 kaart op tafel. Dus er zullen nog 2 van zo'n cyclussen kunnen gaan komen. Dus dat zal...
voor sommigen echt nog wel een jaar kunnen zijn voordat je dus echt pas op die vrijheid zit en ontkoppeling met dat zonnevlecht item. En de item kan dus op meerdere facetten zijn, kan dus het stukje element zijn uit je jeugd, het kan een conditionering zijn, het kan een trauma zijn, verdriet, angst, noem maar op, hè. Kan bij iedereen anders gekoppeld zijn. Maar omdat er 3 keer een 10-kaart in het zicht komt, kan het zijn dat, voor mij voelt het dat het afgelopen eclipseizoen tot nu iets in werking is gezet. Dan is er nu de tweede fase waar je in gaat stappen vanaf nu tot het eclipseizoen eind van dit jaar. En vervolgens dan tot volgend jaar rond deze tijd dat het derde stuk afgerond gaat worden. Heeft te maken met emoties, stabilisatie, van het voelt voor mij het stukje pieken en dalen daarin. Nieuwe kennis tot je nemen, nieuwe lessen eruit halen en het vorm gaan geven in hoe je nou gaat ontwikkelen. Dus er zijn elementen wat nieuw is. We krijgen hier ook de page van munten. Als we dan zien met de 10 van munten dat het ook zomaar kan zijn dat er sommigen uit hun huidige baan gaan vertrekken, gaan omscholen om vervolgens in een nieuw traject te gaan stappen waarbij jij nieuwe stabiliteit gaat creëren, waarbij jij wel een nieuwe kennis nodig hebt om dit ook te verwezenlijken. Waarbij je een oude baan met goed inkomen misschien vaarwel hebt gezegd, of misschien ben je ontslagen, of werd er gekort in binnen het bedrijf, waardoor er banen verloren zijn gegaan, waardoor je dus tegen de richting in aan het varen bent geweest om ervoor te blijven vechten. Maar het voelt voor mij dat jij naar die vernieuwing gaat, dat er nieuwe inzichten gaan komen. Er gaat over gecommuniceerd worden. Je krijgt heel veel dingen door. En dit is omdat je dichter bij jezelf aan het komen bent, waarbij jij al je harde werk eigenlijk naar een comfortabele zone gaat brengen. Waarbij bepaalde stabiliteit ook weer mogelijk is, waar financiële stabiliteit in zicht gaat komen. Maar ook eigenlijk alles op het aardevlak. Denk dan aan je woning, denk dan eigenlijk aan het stukje materie om je heen. Daar gaat weer een stabiliteit in komen. Dit kan zijn dat misschien een hele tijd je auto kapot is en dat er weer ruimte komt om een andere auto aan te schaffen of wat dan ook. Hè. Dus kijk even waar het bij jou mee geresoneert of waarmee het bij jou resoneert. Als afsluiter krijgen we weer die wereldkaart. Onder de wereld krijgen we de wereldkaart. Onder kan dek ook weer de lovers. Dus vanuit liefde voor jezelf en dicht bij jezelf blijven en eigenlijk daarin de focus te gaan leggen. Je hart blijven volgen voor hetgeen wat jij fijn vindt om te doen, of je pad te volgen waarbij je passie geactiveerd wordt. Denk dan dus echt aan op werkvlak of hobby's, of misschien in de vrije sector dat je lekker gaat dansen of weer met vriendinnen op stap gaat, waarbij je misschien eerst heel erg nog aan huis gekluisterd was. Ga je dus nu meer voor jezelf kiezen. En misschien items waar je eerst nog niet zozeer op in zou tappen, ga je nu wel doen. Voor mij voelt dit als liefde voor jezelf. Oprechtheid, eerlijkheid. Maar ook vooral het jezelf gunnen dat jij dit mag ontvangen. Dus we krijgen 2 keer een dubbele kaart. 2 keer een nieuw begin en een voltooiing van de situatie. Kijk, er gaat dus, wat ik al zeg, er zit vertraging op de lijn. En dat zien we hier ook met de ridder van munten. Maar uiteindelijk gaat hij wel de richting uitzetten waar jij naartoe mag gaan. Dus de mogelijkheden liggen er in het verschiet. Onderkant dek bij het volgende dek is de magier. Dus bepaalde manifestaties kunnen dus ook naar je toe gaan komen. Kunnen ook dus voltooid gaan worden. Alleen het is aan jou om dus uit je hoofd te gaan. Om niet te veel in je denken te zitten. Om er wakker van te liggen. Nu zullen er ook heel veel boodschappen door kunnen komen in april voor jullie lieve weegschaal. En dit kan door middel van dromen zijn, maar ook synchroniciteit in getallen. Maar je hebt dan nog niet helemaal het zicht op wat dit voor jou betekent. Er zijn mogelijkheden wat naar je toe gaan komen, maar er zijn ook bepaalde verleidingen die op jouw pad gaan komen. En die verleidingen heeft te maken met een bepaalde comfortzone waar je eerst in hebt gezeten. Maar uiteindelijk krijgen we weer dubbele kaart, de aas van zwaarden. Krijg je dus die helderheid, neem je die beslissing, hak je die knoop door en zorg je dus ook voor dat bepaalde miscommunicatie dus
weer in de positieve zin gecommuniceerd gaat worden. Dus stel dat er ergens een bepaald gesprek plaats gaat vinden de komende periode. En je hebt het gevoel van iemand begrijpt niet eenmaal. Probeer je eigen dan beter te uiten. Want wat ik al zei, hè, als jij hier in je trillingsenergie zit en iemand hier. En je praat hier, dan praat je eigenlijk een beetje gebakken lucht, hè, voor anderen. Terwijl als jij weer even in hun energie gaat zitten en je legt het uit, dan kun je dingen weer ophelderen. Maar vervolgens ga je wel weer naar je eigen energiestroom terug en blijf je dus niet in die lagere energie hangen. Want als jij blijft hangen in die andere energie, dan zul je ook in dat verdrietige stukje blijven zitten. Terwijl hier twee bekers al achter je staan, ga je dus ook inzien van oké, ik kan inderdaad meer bereiken door in mijn eigen energiestroom te zitten. Ik ga hier ook gelukkiger worden. Yin-yang energie, hè? Die twee bekers, wat er ook met de twee van bekers aangeboden kan gaan worden, voelt voor mij ook die lovers die jij eerst in jouzelf mag ontdekken. Dat je het waard bent om te ontvangen. En innerlijk heb je deze inzichten al gekregen, alleen is het nog niet in de fysieke wereld in werking gezet. Nu kan het zomaar zijn dat jij daardoor ook weer anders in het leven gaat staan. En ook nieuwe barrières los gaat laten. En barrières bedoel ik eigenlijk de muur die jij tijdelijk om je heen hebt gezet. Omdat jij meer de verdieping gaat leggen in april op jezelf. Dus meer zelfontwikkeling gaat creëren. Ook gaat invoelen van oké, deze energiestroom vind ik niet fijn en deze wel. En daarop ga je dus nieuwe stappen zetten. Innerlijk heb je alle kennis. Alleen weet je dan op een gegeven moment mag je het dan dus ook toe gaan passen in het huidige stukje zielspad waar je dan op loopt. We hebben hier veel paarse kaarten. Hè? We hebben er al 3 op tafel gehad. Nou weet ik alleen niet of hebben we ze alle 4 gehad. Dat durf ik even niet te zeggen. Want ik heb natuurlijk ook uit het deck wat dingen laten zien. We hebben sowieso de page van zwaarden en de page van bekers. Volgens mij ook de page van munten wat ik straks zag. Hè? Dus er is heel veel naar jou toe aan het stromen. Waarbij jij dus nieuwe kennis op gaat doen. En eigenlijk dus nieuw bent in dit hele proces. En nieuw kan ook spannend zijn. Kan soms ook weer wat terughoudendheid geven. Maar zorg er ook voor dat jij jouw sensitiviteit leert omarmen. Waarbij je dus ook weer enthousiaster in het leven gaat staan. En de nieuwe mogelijkheden dus ook gaat omarmen. En dit dus ook kan neerzetten voor iets wat bij jou past. Iets wat jouw creërende energie is. Een hele krachtige energie voor jullie lieve weegschaal. Wat er dus aan gaat komen. Voel dus echt even welke pad voor jou bestemd is. Kijk anders ook echt even de maandreading terug van maart en april. Die staat dus in de berichtenbox hier beneden. Dan wil ik bij deze de video afsluiten. Laat vooral een berichtje of een like achter als dit jouw video is. En dan wens ik jou een hele krachtige aprilmaand toe. En tot de volgende video. Doei doei!